Hallo, welkom bij deel 2. We zijn nog een beetje aan het ontdekken, dus even kijken, waar is mijn sim? Daar. We hebben onze eerste job gedaan. En nu moesten we weer op zoek gaan naar die gast. First Order District. Ja, ik speel zo graag vampieren. Dat is bijna niet normaal meer. Even kijken, heeft iemand een rood dingetje boven zijn hoofd? Nee, je kan niet op de map kijken. Niemand heeft er hier een quest voor me. Wat? Oh, hier staat hij. Vraag hem eens te kijken. Ik reken op jou om onze visie voor de toekomst van de Black Spire Outpost te verspreiden. De burgers moeten begrijpen dat alles wat wij doen voor hun eigen best wil is. Ze zouden er goed aan doen om met ons samen te werken, meld je. Meld je weer bij mij als je klaar bent met het praten van de plan. Ja, oké. Okay. Oh, is mijn quest? Oké. Okay. Jij, alsjeblieft. Propaganda. Waarom ben je nou gespannen? Onder bewaking. De First Order heeft Frankie Vladis een waarschuwing gegeven. Oh, wat heb je nou weer uitgevreten? Nee, ik heb geen add-ons geïnstalleerd momenteel, want sinds de updates zijn, al die add-ons die zorgen ervoor dat de Sims niet op wil starten, dus ik denk ik zet ze allemaal uit. De groeten. Ja, we wel gaat. Drie vraag. Ja, dan hebben we er nog één. Het is wat te lachen af hier. Nou, een kap eens even. Jongen.
Het is echt om ziek van te worden. Zo langzaam als die wijf ik een naam horen, zeg. Man, man, man. Sorry, vrouwen. Kom uit Amsterdam, baby. Zeg wat het wijf. Oké. Dat uniform wil ik hebben. Die is weer daar, maar. Dit zou ook automatisch lopen, bewegen, etc. Dat je dat dan eigenlijk uit wilde zetten, maar. Dan zie je weer het probleem dat als ze naar de wc moeten, gewoon zien naar de wc. Dan zijn ze in het broek en. Van het gewandel word je ook helemaal gek. Ah, de laatste. Ah, je hebt het niet gewerkt. Nog steeds 4 van 5. Wat? Schiet op mij, hij is daar, anders moet je hem weer zoeken. Oh, ook niet. Oh wel, oké. Verslag uitbrengen. Kijk, ja, ik heb een soort reputatie die belangrijk is. Waarom dat vandaag? Worden kisten opnieuw verzegelen en de ID's van verdachte. Oh, gaan we. Oh! Jij daar. ID controleren. Jij ziet er heel verdacht uit. Jij ook. Jullie allemaal. We kunnen hier niet stemmen. Standje 3, dank u. Ja, heb ze het gedaan? Het blijft zijn oude hoeren. Ah, man. Met recht, het zijn vrouwen. Het is een vrouw. ID controleren. Je rende zo wel de goede kant op. Heel verdacht. Oh, dat is een bewoner. Ik denk dat je die schurken daarvoor moet hebben. Dus laten we dat maar even gaan doen. Dan zoeken we de schurken. Verzet? Hey. Stop.
hierheen teleporteren. ID controleren. Mevrouw, wilt u weggaan? Ik ben met onderzoek bezig. Hey, wat? Wat de heck? Wat was dat nou? Oh, ik wil even wat testen. Wat kan ik hier geen papier dingen doen? Wat de hel? Hoe moet ik dan drinken? Een kist te verzegelen. Jeetje. Oh, dat zijn die. Kijk. Nou, oh, daar heb je er nog één. Auw. Ja, je kan beduus wezen wat je wil. Gewoon even schudden. Of even zegelen. Ik zou het moment. Ik geloof dat u dan de deur komt. Nee, dus. Nee. Ik hoor dingen die niet zijn. Gezellig. Nog één kist. No more questioni. Kun je aanbijten? Nee hoor. Slaat dat nou weer op? Ach, is die andere kist. Ik heb er nog maar eentje nodig. Laat je niet kisten. De dunste? Oh nee, het is rij. Oh, wacht. Ik ben ver weg. Dat is belachelijk. Oh nee, je kan, ja, je kan wel van een alien kan je wel drinken. Je kan ze alleen niet omzetten naar een vampier. Dus waarom kan ik deze niet drinken?
Nee, alles staat erbij, behalve vampier. Ik ben toch een vampier? Ja. Ah, ja, maar je bent in het groen. Je hebt geen plezier. Ah, dan maak ik me niet druk om. Dat was het volgende. Oh, dan gaan we weer op zoek naar de rode stip. En zijn pees staan altijd op een plek vast als je een quest af wil geven. Hier lopen ze rond. Waar is die klojo? Hup, weer aan het nabonelen. Ja, je bent aan het nabonelen, dus je hebt ontspanning genoeg. Waar is die ei? Jantje haalt en Jantje lacht. Wat zeg ik? Jantje haalt en Jantje lacht. Oh, ik zie hem. Ho, doe. Dit is de beste manier van reizen, teleporteren. Dat zeg ik, ik heb geen add-ons geïnstalleerd. Je klikt gewoon ergens op de grond met je linkermuisknop en dan zie je vanzelf hierheen teleporteren staan. Die kan ik niet, oké. Informatie is mag. Wie de macht heeft, zal overwinnen. Zorg dat we geen zwakke schakels hebben in onze communicaties. We hebben hulp nodig bij de aanvoer van het basisspullen. Onze laatste courier is nooit teruggekeerd. Ik hoop dat jij voorzichtiger bent. Dan doen we die. Kan je ook meteen die andere aannemen? Nou, nee. Waarom niet? Spullen first order voorraadkist te bemachtigen. Zijn dat net die kisten die we verzegeld hebben misschien? Zijn er drie, dus bij mij zo'n quest houdt dat in dat heel lang duurt. Dus zodra je ziet dat er minder questen zijn in een MMO, dan ben je lang bezig. Even kijken. Het zijn dingen die we net verzegeld hebben. Die zie je toch ook?
Hoe lang ben je dan mee bezig, zeg? Jeetje. Ja, met die is het zo klaar. Misschien met iemand van oude hoeren of zo. Gaan we weer naar die rode stip zoeken. En kunnen we daarmee spelen. Eerst door de spullen kopen. Dan zeggen we, wat is dat dan? Dat willen we wel eens weten. Wat? Nee, first order spellen spelen. Het werkt ook altijd meteen, hè? Hehe. Deze granaatachtige wapens beschikken over heel wat explosieve kracht. Ze worden vaak gebruikt door premiejagers en militairen die een snel agressieve oplossing voor bijna het probleem zoeken. Datastorers kunnen gebruikt worden om bedieningspanelen en holotafels om batoet mee te hacken. Hiermee kun je gevoelige informatie of zelfs credits bemachtigen. Oh, die willen we wel. Zo. Rood stippie. Daar is hij. Spullen inleveren. Je bent in de buurt, toch? Ja. Ja, zie je wel. Ja, zie je. Ja, die hebben we net gedaan, dus gaan we die eens deze doen. Diagnostische check op bedieningspanelen uitvoeren. Klik op de bedieningspanel op de first order district en voer een diagnostische check uit. Oké. Wat? Is dat het? Oh ja, hey. Hier heet teleporteren. Even haar toevoegen. Niemand kijken. Nee, doorlopen. Niet kijken. Ik ben hier wat te staan om wat centen te verdienen. Ah, het is, ze hebben een opdonder gehad. Had je nou al gedaan? Ja, oké. Okay. Hoeveel moeten we dit doen? 3. Dat wordt weer eens zoeken. Dat wordt er weer zoeken. Heb jij daar een? Nee. Yeah.
Ik zie er een. Hier naartoe. Oh nee, dat was er geen. Sorry. Zo. Leuke vogel. Zeur niet. Het schout zal je denk ik wel nodig hebben om dingen te maken. Hè? Mogelijk. Ze moeten eerst met eten scoren. Mijn maag begint te knorren. Ah, dat is er één. Ze staat precies. Nou, nee. Volgens mij was het hetzelfde van daarnet. Maar als het werkt, hoor je mij niet klagen. Ja, 2 van 3. Nou, kan ik het nog een keer doen? Ah, nee, toch niet. Nee, oké. Okay. Vandaag is er een. Er staan weer gasten voor dat je niet kan aanklikken. Ja. En we zoeken naar die rode stip. Oh, tijd is alweer om. Ik bedank jullie voor het kijken. Ik zie jullie in mijn volgende video te zien. Doei doei.